Door de nieuwe update in Brawl Stars heeft natuurlijk iedereen blink gekregen. Ja, de een wat meer dan de ander. Het was gewoon hoeveel sterpunten je had. Dat werd omgezet in blink. Alleen dan gedeeld door 10. Maar ja, met die blink kan je wel veel meer dan met sterpunten. Ja, dus alleen maar mooi. Maar er zijn meer dingen bijgekomen bij de nieuwe update. Namelijk ook een nieuwe solo showdown game mode. Die ik vandaag eventjes ga testen. Ik heb het even 1 of 2 keer gespeeld. Eventjes snel spelen. Maar ik wil er nu even een tijdje voor goed voor gaan zitten. En gewoon even, nou, misschien wel 10 potjes doen. Geen idee hoeveel. Maar gewoon kijken hoe we in deze game mode nou goed kunnen gaan spelen. Ik heb al wel een beetje een idee. Want ja, de ene knokker kan heel goed werken, maar een andere ook weer totaal niet. Gaan we het zo meteen over hebben. Je hebt natuurlijk ook Volley Brawl, die er ook bij is gekomen. Nou, toevallig is hij nu niet zichtbaar. Trouwens, wat is de map van vandaag? Oei, yo! Dit is wel een vette map, om eerlijk te zijn. Misschien moeten we daar zo meteen ook nog even een potje in spelen. Maar ja, daar gaat deze video niet over. Het gaat gewoon over de nieuwe game mode. Maar voordat we gaan beginnen met spelen in de nieuwe game mode, wil ik jullie eerst vragen om dat duimpje omhoog achter te laten. 1000 likes zou mooi zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En jullie kunnen natuurlijk mij supporten. Weten jullie waarschijnlijk al wel. Maar door de code BOWS in te vullen, gaat 5% van je aankoopbedrag naar mij. Kost jou niks extra's. En ja, ik verdien er ietsjes mee. Dus hé, wordt gewaardeerd. Maar laten we maar beginnen. En ik heb dus al best wel wat potjes gedaan in deze solo. Nee, helemaal niet. Best wel wat potjes. Ik heb er 1, 2, 3 gedaan of zo. Maar ik weet dan wel een beetje hoe dit in elkaar zit. Je krijgt geen levens er meer bij, tenzij je een hotdog pakt. Dus op het moment dat jij damage hebt gekregen van een andere knokker, heb je eigenlijk meteen al een probleem. Daarom is dit eigenlijk een game mode waarin je gewoon vrij defensief moet gaan spelen. Dat, zoals wat die Bo nu doet, dat is niet slim. Kijk, die levens die ik nu bij die Bo heb afgekregen, die gaat hij er nooit meer bij krijgen. En ik heb hem dus nu al gekild. Dus dit is een beetje de manier hoe je het moet gaan doen. En daarom denk ik dat knokkers zoals Willow en Barley misschien ook een tik in dit soort game modes veel beter zullen gaan werken dan in gewone solo showdown. Sterker nog, dat weet ik wel zeker. Oh, ik heb mijn super, dus dat is ook lekker. Die Tara die zit hier nog ergens. Oh, weer een hit op die Tara. Oké, ik kan even deze hotdog pakken. Krijg ik weer shield erbij. Ja, kijk, die Tara die heeft nu alweer weinig levens. Dus dat is wel chill. Kunnen even doorpushen. Mwah. Ja, is dit het waard? Ik weet niet. Nou, die Tara is wel 1 hit. 1 hit en ik heb die Tara gekild. Dus dat zou wel nice zijn. En deze gaat... Oh, ik dacht dat die al raak zou gaan. Nou, net niet. Oké, ondertussen gaat die Tara denk ik wel dood. No! Oké, nu is die Tara dood. Oké, nu heb ik wel een probleem. Ik kan even mijn super inzetten. Ah, nee. Oh, nee. Die Shelly doet irritant. Ik hoop dat hier niemand zit. Oh, oké. Oh, ik zal even spinnen. Oké, die Nani. Wat? Dat die Nani mij niet ging killen. Bro, het hele doel van dit idee, van deze game mode, is dat je niet gaat teamen. Oké, die Nani die heeft me gesaved. Dus dat betekent dat ik in de top 4 zit. Maar dat wat die Nani doet, werkt wel supergoed in deze game mode. Want je kan mega goed, zeg maar, campen. Ik kan in die 2, 3 potjes die ik heb gespeeld, ging ik ook gewoon best wel wat campen. Oké, we kunnen hier even die Bonnie killen. Was het idee, ik heb hem ook gekild, maar uiteindelijk ben ik 4e geworden. Maar het campen wordt eigenlijk best wel gestimuleerd. Omdat best wel snel veel spelers doodgaan, omdat je geen levens er meer bij krijgt. En iedereen speelt ook op een andere manier. Dan wordt het gewoon, zeg maar, gestimuleerd om te campen. Ik ga het nu even doen. Ik ga nu een heel potje campen. En dan gaan we kijken of we inderdaad in de top 4 kunnen komen. Dus dat het in principe als win telt. Moeten we even die El Primo hier weg zien te krijgen. Ja, dat zou mooi zijn. Hier even, hop, weg jij. Hoppa, oké. Nou, daar hebben we geen last meer van. Oh, die kist kunnen we trouwens wel even pakken. Het is trouwens wel chill als je je super hebt als Willow zijnde. Want als er dan een tank van dichtbij je probeert aan te vallen, kan je hem altijd verdedigen met je super. Maar ik ga even hier een tijdje in de bosje zitten. En dan gaan we kijken of we dus in de top 4 kunnen komen door alleen maar te campen. Het enige nadeel is natuurlijk wel als er knokkers naartoe komen. Maar die kunnen we nu wel hebben. En ik word niet geraakt door de super. Oké, dat is mooi. Ja, dat is het enige moment dat je eventjes moet oppassen. Maar ja, als iemand naar je toe komt lopen, dan zie jij hem wel en hij ziet jou niet. Dus dan ben je altijd in je voordeel. Erin ligt nu wel een hotdog, dus ik kan eventueel levens erbij krijgen. Maar hey, we zitten nu al in de top 5. Nou, we zitten nu in de top 3. Oké, dat ging heel snel. In de top 3 door alleen maar te campen. Campen werkt zo goed volgens mij in deze nieuwe game mode. We gaan het de komende paar potjes gewoon proberen. Ik ga gewoon een aantal potjes campen. En kijken of ik dan elk potje gewoon in de top 4 kan komen. Want dan kan je echt vet makkelijk trofeeën erbij pushen. Ja, nu ben ik wel gezien waarschijnlijk. Maar we blijven hier gewoon eventjes zitten. Met een beetje mazzel
Ja, kunnen we alsnog de top 2 halen. En met een beetje heel veel mazzel kunnen we zelf nog eerste worden. Oké, ze zijn daar aan het vechten met elkaar. Het valt me trouwens ook op dat er veel mags rondlopen. Maar ja, ik heb denk ik nu wel een probleem. We kunnen even hier gaan staan. Met een beetje mazzel loopt hij er dan langs. Ja, eventueel zou ik mijn super kunnen inzetten. Nou, geen idee. Ik ga nu eventjes hierheen. Ja, en dan hoop ik dat ik hier even kan overleven. Ze moeten elkaar eerst vinden voordat ze mij gaan vinden. Oh, dan gaan we even hier. Dan moet ik die andere aanvallen. Oh, waar is die andere? Oh, die zit hier. Oké, dit was die Mac. Ah, nee. Jammer, oké, dit is helaas niet gelukt. Nou, dan heb ik er volgens af dat die Roze heeft gewonnen. Maar ja, wel weer in de top 3, dus helemaal dikke prima. We gaan dus gewoon weer hetzelfde doen. Ik ga in een bosje campen en dan gaan we dus weer kijken of we win kunnen halen. Oh, donder. Oh, die Frank. Oké, ik zat gewoon lekker daar te campen. Ik had dit niet helemaal door. Maar we zaten al nu alweer in de top 5. Dus in principe, het is geen win, maar we hebben niks verloren. Sterker nog, we hebben nog één trofee erbij gekregen. En ik dacht, ik ga gewoon lekker chillen. Ik wou net even een slokje water drinken. En ik bam, die Frank uit de bosjes. Ja, die had ik eventjes niet zien aankomen. Als ik goed had opgelet, had ik eventueel nog die super kunnen ontwijken. Maar ja, daar was het nu te laat voor. Nou ja, we proberen het nog een keer om gewoon lekker te campen. En dan wel in de top 3 of top 4 te komen. Want top 4 is een win. Nou, top 4 zitten we nog niet. Maar ik moet mijn bosjes helaas verlaten. Maar top 4 zou nog steeds kunnen. Ja, in het midden zitten allemaal knokkers. Oké, ja, we zitten alweer in de top 3. Weer gewoon een potje, helemaal niks gedaan. Weer een potje gewonnen. Oh, dit is echt zo makkelijk, jongen. Dit slaat helemaal nergens op. Ik ga eens kijken of ik gewoon misschien Willow naar de 750 trofeeën kan pushen hier zo. Dat zou wel leuk zijn. Oké, we hebben hier een search. Komt hij nu hierheen? Oké, hij loopt nu daar. Gaan we even kijken. Oh, dan moeten we hier uitgaan. En die search die had ook 12 krachtpunten. En dan wordt het ook wel lastig. Maar hey, weer 12 trofeeën erbij. Oh nee, 8 trofeeën. 8 trofeeën erbij, zo moet ik het zeggen. Maar weer een makkie. Oké, nou, we gaan weer een potje campen. En eens kijken of we nu weer kunnen winnen. Nou, weer een potje in de top 4 gekomen. Ja, dit is een makkie. Oké, ondertussen wordt hier gevochten. Ja, dat is weer eentje gekild. Oké, dit is mooi. Dan hoop ik dat die in het midden eerst op die search gaat. Dat zou mooi zijn. Weet je, mij killen, dat doet hij wel. En pakt hij die search? Gaat die search dood? Ja! Oké, dit was niet te doen. Nee, die Tara die had 10 krachtpunten. Maar ja, als je elk potje gewoon tweede wordt op deze manier, dat is natuurlijk dikke prima. Het is gewoon een makkie. Echt totaal geen probleem. We zitten op dit moment op de 655 trofeeën. Oké, we moeten nu even uitkijken, maar we zitten nu al in de top 4. Oh, die Spike die loopt het midden in. Ja, er is een Sam met 12 krachtpunten. Als die Spike ziet, dan is het gewoon meteen klaar voor Spike. Ja, nou, ik hoop dat hij mij nog eventjes laat leven. Dat zou mooi zijn. Maar ja, we hebben in ieder geval weer een win. Dus dit is in principe weer gewoon nice. Oh, nu moet ik hier trouwens uitkijken. Moet hier even naar onder. Ik wil even hier damage doen op die Gray. Dat zou mooi zijn dat ze hier eerst met elkaar gaan vechten. Ah, Sam, laat mij even met rust. En kan ik hier naar jou toe lopen? Ah, hij moest eerst die andere killen. Nou ja, we zijn in ieder geval de top 4 gekomen. Dus het is in principe weer een win. 4 trofeeën er weer bij. Dus dat is prima. Alleen een beetje jammer dat we geen tweede of eerste zijn geworden. Ja, eerste worden op deze manier is wel lastig. Omdat je eigenlijk altijd degene bent met minder krachtpunten. Als je echt eerste wil worden, dan moet je wat agressiever spelen. Maar ja, als je op deze manier gewoon standaard 4e, 2e of 3e wordt, dan is dat natuurlijk helemaal prima. Nou, oh, die Mortis moet wel voor oppassen. Dat is altijd oppassen geblazen. Ja, Mortis is echt de aardsvijand van Willow, zowat. Ja, oké, nu moeten we hier ook uitkijken. Ik kan hier mijn gadget aanzetten. En oké, we moeten nu even hem weg laten lopen. Ook al is dat een beetje balen. Maar dit moest ik doen. Ja, anders was ik dood geweest. Nou, dit kan wel eens een pittig potje worden. Want ik weet ook niet waar die Mortis zit. Met een beetje pech zit die Mortis hier ergens. Nee, volgens mij is hij die Crow aan het killen. Nou, ik ga hier dan even campen. Misschien hadden we gewoon weer in de top 4 kunnen komen. Maar het begin van dit potje ging niet heel soepel. Maar desalniettemin, ondanks dat ik natuurlijk niet een heel goed begin had dit potje, zitten we wel weer in de top 4. Dus het is in dat opzicht alweer gelukt om een win te halen. Elk potje winnen we gewoon. De vraag is nu alleen natuurlijk, gaat het mij lukken om hier eventueel nog in de top 2 te komen? Oké, hier zit niemand. Daar zit ook niemand. Oké, dat is chill, want dan hebben we in ieder geval weer wat levens erbij. Oh, hier zit iemand. Dan kunnen we hier misschien wat damage doen. Ze zitten daar met z'n tweeën aan het teamen. Dan moet ik even voor oppassen. Ja, met een beetje mazzel kan ik hier wat damage doen. Ja, dat is chill. Dat waren even een paar goede hits. Dus dat is fijn. Ah, boel.
Ga dan eens op die andere en niet op mij. Nou, oké. Okay. Maakt niet uit. We zijn in ieder geval weer vierde geëindigd. Het is weer een win. We gaan lekker door naar het volgende potje. Want als het zo doorgaat, blijven we natuurlijk alleen maar winnen. Ik weet het goed gemaakt. Ik ga gewoon net zo lang door totdat ik een keertje verlies. Maar dan moet het spel niet gaan lekken. Want dan wordt het wel lastig natuurlijk. En nu lekt het een beetje. Het gaat uiteindelijk wel goed. Oké, okay, prima. Nou, dan zie ik jullie zo meteen weer als we of dit potje hebben gewonnen of dat we afgaan. Oh, nee, 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 nee. Dat was een stoel. No! No! En op het moment dat ik zeg, nou, we kunnen dan, of we gaan stoppen als ik ga verliezen, verlies ik meteen dit potje. Dat was echt heel erg shit, want ik kwam mijn moord te steken. Ik dacht, oh, nu moet ik wegwezen. En meteen een stoel in die bosjes. Nou, desalniettemin hebben we wel veel trofeeën bijgekregen. Gewoon puur door een beetje te campen. Dus ik denk dat dit wel een goede manier is om te spelen hier zo. Ja, kijk, dit ging toch best wel prima. Ja, een vijfde telt voor nu dan als een win, als je op meer trofeeën zit niet meer. Maar normaal gesproken tel ik top 4 als win. Maar ja, vanaf hier, elk potje in de top 4, behalve het laatste potje. Nou, vind ik vrij netjes om eerlijk te zijn. Ik denk dat het wel gaat lukken om Willow hier een keertje te pushen naar ranglevel, of nee, niet naar ranglevel. Ja, ranglevel 25, maar ik wou 750 trofeeën zeggen. Dat gaat denk ik wel een keertje lukken. Maar we gaan even nog één keer deze map spelen. Voor even voor de leuk, want ik vond deze er wel bruut uitzien. Ik dacht, is wel even nice. Dan doen we even met Buzz, want Buzz is gewoon een sterke knokker voor dichtbij. Kan misschien wel werken met de super, kan je ergens naartoe gaan. Dus we gaan even één keer deze map spelen. Ik vond het gewoon nice. Dan ben ik benieuwd wat het doel is van deze map. Is het een soort van race of is het gewoon een map? Want in het begin heb je allemaal teleports die je kan nemen met allemaal kistjes erbij. Oké, dat is nice. We gaan gewoon één potje vol voor de kistjes en daar sluiten we mee af. Geen idee of het mij gaat lukken om die kistjes dan ook te krijgen. Ik weet niet. Ze zitten hier al volop aan het vechten met elkaar. En nu moeten we uitkijken voor die Shelly. Maar het voordeel is dat die Shelly hier geen damage kan doen op mij. Dat dacht ik. Kan niet wel. Oké, okay, shit. Die Shelly heeft me gekild. Nou, maakt niet uit. Wel een leuke map. Sowieso. Die ga ik sowieso nog zo meteen een paar keer spelen. Maar ja, ik laat het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En heb ik tot slot nog mening te zeggen. Dus natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bowser.nl voor de Bowser Army kleding. Hoi.